En nog één iets. Ga zeker naar bo.inbo.be. Hey, ga naar bobo.inbo.be. En wat je dan doet, is een locatie invoeren. Oké, ik ga hier gewoon een willekeurig veldje nemen. Helaas. Rechts klik je op dit hier. Teken een, eigenlijk gewoon dat vierkantje aanduiden. En dan... Teken een bomen- of struikengebied staat erop. Ja, en dan kan je eigenlijk gewoon zo heel mooi je veldje aanduiden. Dubbelklik, dubbelklik. En dan zie je van, oké, dat zijn hier twee bodemsoorten. Ja. Dan weet je onmiddellijk van, dat is hier alleen met zand, matig natte gronden. En nog heel wat uitleg, dus zo heel veel uitleg over van alles en nog wat. Maar dan zoek geschikte bomen en struiken. Dan weet je eigenlijk al dat het beste is Ilex aquifolium, een hulst, zachte berk, grove den, zomereik, kaching, voedselboom, Amerikaans krentenboompje, amelanchier. Herinner je jullie nog, Diederik, zijn planten? Het zat naar amelanchiers tussen, hè? Kaching, blauw bosbes, kaching, bosbraam, kaching, lijsterbes, kaching, sporkenhout, niet kaching, maar dat is wel een goede. Alsjeblieft? Ja, inderdaad, dat is een heel goede natuurplant. Dan, dus dat is zeer geschikt. Je weet, de die groeien heel goed. Geschikt, dat zijn er die matig goed groeien. En dan matig geschikt, dus zo twijfelgevalletjes. En dan weinig geschikt, weet je van. Je moet daar geen bosroos gaan zetten, geen helderse roos of andere dingen. Voilà. Dat is echt een heel goede tool. Beetje een geheime tool in de toolkit van de ontwerper.